Hoi allemaal, welkom bij Vlog van Niels. Ik ben hier vandaag in de Maasport bij Niels Basketbal om vandaag Roel Aarts te interviewen. Heren 1 speler en center bij Niels Basketbal. Heel veel kijkplezier bij deze vlog. Ja, ik zit hier dus nu in de kleedkamer waar we nu. Stel jezelf even voor de camera alsjeblieft. Ik ben Roel, ik speel bij Niels. Hoe lang speel je al basketbal? Vanaf mijn 7e ben ik al veel begonnen basketballen. En professioneel, dus nu 6 jaar. 5 jaar lang weer, en dan mijn eerste jaar bij Niels. Oké, en bevalt het bij Niels? Ja, zeker. Ik kom uit Den Bosch. En, ja. Ja, het is zeker fijn om weer terug te zijn in Den Bosch om basketbal te spelen. Ik ben geboren in Den Bosch. Ja? Ja. Waar ben je geboren in Den Bosch? Ja, in het ziekenhuis van Den Bosch. Toen heb ik eerst in Hintam gewoond, een dorpje bij Den Bosch. En dan in Bosmalen. En dan word je ouders nog steeds. Dus je bent eigenlijk van geboren in Den Bosch en ben je eigenlijk ook uitgegaan naar het dorp. En toen nog Bosmalen. Ben je tussendoor nog in Den Bosch gewoond? Nee, we hebben eerst altijd in Hintam gewoond. Oké. Daar heb ik eigenlijk als baby en als klein kind gewoond. En daarna naar de Bosmalen toe. Denk ik kost. Ja. En dan groot veel nog? Wat denk ik kost? Ja, ik heb eerst. Ik ben begonnen in Berlijken bij Springfield. Ja, dat zeg maar allemaal. Dat is nu heel klein. Nee, ja. Maar daarna ben ik dus doorgegaan naar de Eagles. En vanuit Black Eagles naar de Eiffel Towers. En waar ligt Eiffel Towers? Eiffel Towers was de naam van de bos. Oh, dat was de naam van de bos, ja. Wat is de ervaring geweest in je mooiste herinnering aan je basketbalcarrière tot nu toe? Mijn mooiste herinnering aan mijn basketbalcarrière tot nu toe. Ik denk dat het wel het meegaan met het EK is. Dat is wel zo'n mooie ervaring. Die hebben ook goed spelen tijdens het EK. Dat is wel echt een ervaring die ik koester. Okay. Wanneer heb je daar toen mee gespeeld? Hoe lang is het geleden? Zeg maar. Dus toen ik onder 20 speelde, mijn eerste jaar onder 20 en mijn tweede jaar onder 20. Dus dat is 6 jaar geleden. Zo. Ja. En dat was het bijzonder. Ja, dat was wel echt. Dat was ook het moment dat ik de stap ging maken van het jeugdbasketbal naar professioneel basketbal. Dus als je dan, doordat ik bij het EK goed speelde, was het ook de reden dat Weert mij wilde hebben. Okay. En heb je veel geleerd bij Weert? Ja, zeker. Ik heb alles, alles geleerd bij Weert. Okay, dus vanaf het moment dat ik daar kwam, was ik een kleine speler. Ja. Geen kleine speler. Ik had geen grote rol daar. Nee. En toen ik wegging, was ik een van de belangrijkste spelers daar. En wat is dan en je aandeel bij Niels? Hoe is je aandeel van hier nu? Vergeleken met Leertan? Bij Leertan heb ik natuurlijk een veel grotere rol dan hier. En hier probeer ik in dienst van het team te spelen. Ja. Dus probeer ik echt goede screens te zetten en hard te rebounden. En wanneer ik de kans krijg om zelf te scoren, ga ik er natuurlijk voor. Ja, dat moet je wel doen. Hè. Maar zowel, hier speel ik meer in dienst van het team. Ja. Nice. Mijn volgende vraag aan me is. Wie is je favoriete speler uit de Dutch Basketball League? Uit de Dutch Basketball League? Denk qua persoon, denk ik Matthew. Matthew vind ik wel echt een toffe kerel. Ja. En Sam is natuurlijk een vriend van me. Ik heb nog wel een paar vrienden onder de grens. Ja, jij rent van ons. Onder de basketball. Ja, precies. Ja. En je hebt Daan vind ik ook echt een prodigie. Ja, dat is wel weer tof. Hij is allemaal tof met ons. Ja, ik noem precies, precies de groei allemaal nu. Ja, dat ja, die hebben allemaal zijn gespeeld, hoor. Ja. Ja. En heb je ook van hen veel geleerd? Of? Ja, zeker. Hoor. Sowieso door met mensen te spelen leer je heel veel van. Je ze goed kennen. En ik heb zeker wat een en ander van hen geleerd. Ja. Okay. Hoe belangrijk is basketbal voor je? Hoe belangrijk is het om het gewoon. Gewoon je uitkomt niet dat ze zeggen. Ja, zeker. Toen ik klein kind was, toen dacht ik altijd al na, dat zou wel echt heel vet zijn als je dat zou kunnen doen op een hoog niveau basketballen. Mm-hmm. En ik heb ook altijd geprobeerd in de topteams te komen toen ik een klein jongetje was. Okay. En meestal mocht ik dan als bankspeler mee en was het net niet. Nee. Maar toen nadat ik om 20 IK voor de tweede keer had gespeeld, toen mocht ik toch gaan proberen bij echt een topteam. Mm-hmm. En dat was wel echt een soort van jongensdroom die uitkomt, maar dat is wel echt super tof. Ja. Wat hoop je nog verder te bereiken in basketbalcarrière? Wat zou je nog willen voor wensen? Het is niet echt dat ik nu ergens voor droom qua basketbal. Ik wil gewoon zo goed mogelijk worden. Dus ik wil het beste uit mezelf halen. Dat is nog niet gelukt, volgens jou? Nee, ik wil ook niet beter gaan spelen, zeker.
aan waar je aan wil werken dan? Ik wil gewoon een meer solide speler worden op dit niveau. Dus bijvoorbeeld bij Den Bosch echt een rol die ik bij Weert speelde, bij Den Bosch spelen zoiets. Okay. Dus dat ik echt een dragende speler word voor zo'n team. Gaat het gebeuren? Ja, ik ga er in ieder geval voor trainen. Want het gaat gebeuren, dat kan ik niet zeggen. En ik kan je zeggen. Ik ga er in ieder geval voor trainen. Hoe is de coaching van Jong van Dug en dan de hoofdtrainer, hoe ze daarmee samenwerken? Dat zijn echt allebei toptrainers. En je merkt dat ze allebei heel veel verstand van basketbal hebben. Jitsa is natuurlijk al meerdere malen al een kampioen van Nederland geworden. Ja. En Jeroen ook kampioen met onder 18 Nederlands team. Dus die hebben echt wel verstand van basketbal. En wat ze doen niet bedoel je dan? Ik weet niet in welk land dat was. Maar nee, maar in ieder geval van afgelopen vorig jaar. Ja, zomer. Ja, dat zou ik moeten zeggen. Dus er zijn allebei mensen met heel veel kennis van basketbal. En dat merk je ook terug, dat zie je ook in de training. En soms is dat wel irritant, want dan doe je iets kleins fout, wat je zelf eigenlijk niet eens weet. Nee. En dan krijg je dat wel te horen. Okay. Dus dat kan ook wel irritant, maar dus ik wel om je helpen. Dus dat is waar. Ook weer fijn. Dat is wel fijn. Ja. Staan ik niet aan de zijkant. Dat zeg je. Als grote coach langs de zijkant om je helpen jou, om jou beter te maken. Mm-hmm. Is er wel spreiding onderling? Of is het eigenlijk bijna? Nee, eigenlijk bijna nooit. Nee. Bijna nooit. Iedereen probeert wel gewoon te winnen natuurlijk. Dus dat doet iedereen wel. Maar het is niet dat we slechte. Nee, iedereen kan goed met elkaar overbrengen. Een kleine vraag tussendoor. Als je dan zit ook aan jeugdspelers in je team, dan zit er goed jeugdspelers. Ja. Ja. Help jij die ook dan met wat tips te geven of zeg maar dat ze. Probeer dat ze veel doen. Ja, zoveel mogelijk. We doen ook wel eens wat 1 tegen 1 na de training en dat soort dingen. En naar elkaar schieten en dat soort dingetjes. En dat helpt wel, dat helpt ze goed. Ja, maar dat is niet echt mijn rol in dit team. Je wil nog om jeugdspelers echt beter te maken. Okay. Daar hebben ze meer ervaren spelers voor. Ja. Jij helpt ze wel, maar jij hebt niet helemaal een ervaring om dat. Nee, het is niet zo dat ik tegen. Stan en Norm, dus ook waar ik bij Weert misschien meer weet, ja. Is wat hier dan was, een stuk minder. Want ze hebben natuurlijk mensen zoals Stefan en Vern en Nick en andere mensen, Jonathan en Keisha, die allemaal meer ervaring. Veel ervaring hebben. Ja. Die kunnen ze meer van weten. Klopt. Misschien waarom we spelen uit NBA? Uit NBA? Ja, dat is een moeilijk hè. Iedereen zegt gelukkig om een team. Nee, dat is niet voor mij. Ik vind Steven Adams een hele vette speler om te zien. En die is veel te bijna. Ja, ik vind heel slecht in Engels. Sorry. Ja. Bij OKC. En waar ligt dat in die? Oklahoma. Oklahoma. George en Dylan van Eichel. En dingen ook spelen. Ik wil Russell Westbrook. Ken je die ook al toch? Die bedoel je? Russell Westbrook en Paul George. Moet je maar eens opzoeken naar de interview. Ik weet dat Dylan van Eyck zit in Oklahoma of hij speelt ook college basketbal. Oh, Dylan. Ja, dat is dan. Ja, dat is leuk. Ja, zo in die kant, die komt er eigenlijk van. Cool. En wat is je favoriete guilty pleasure? Mijn guilty pleasure? dat ik... S'avonds, als ik al mijn eten heb gegeten, dan zou ik wel een zakje chips willen trekken. Oh, lekker. En qua muziek? Guilty pleasure qua muziek? Oeh. Ja, ik ben van muziek, anders dus, ja. Even nadenken hoor. Ja, ik vind het wel gewoon leuk om van die liedjes die hele hoge noten te hebben, om die heel hard mee te zingen. Oh ja. Ik heb niet echt een guilty pleasure bij nummers ofzo. Dat maakt niet uit. Ik heb het eigenlijk ook niet echt, want ik moet het ook aan. Ik heb het ook niet echt. Nee, ja, dus dat is iemand anders gevraagd, maar dan vind ik het schulden. Maar het schulden heb ik ons ook gevraagd. Ja. En dat ook niet echt van. Jij ook niet echt een nummer? Volgens mij niet. Nee. Nee. Ik zou ze ook niet echt een nummer kunnen zeggen wat ik. Dus ik denk dat het dan maar een goede test zit voor je. Nee. Neem ik wat een Jacques Chips is wel. Nou, wat eten tussen de binnen niet echt. Ja, dat is ook Chips. En wat is je favoriete eten? Wat is je favoriete pasta carbonara? Vind ik wel heel lekker. Zelf gemaakt zonder saus van de supermarkt, zo kan je zelf maken. En je moet veel koolhydraten eten, moet je echt heel veel voeding hebben als voeding. Wat... Ja, zeker. Je moet al oppassen dat je natuurlijk niet te veel chips gaat eten en zo. Maar voor mij is het vooral belangrijk dat je genoeg eet. Dus
zodat ik in ieder geval niet ga afvallen. Dat snap ik. Ja, dat heb ik niet nodig, zou ik zeggen. Nee, precies. Nee. Ga je verder kijken naar de play-offs? Want die hebben jullie natuurlijk al binnen, denk ik. Ja, we zijn wel redelijk zeker voor de play-offs. Ja, we zijn zeker voor de play-offs. Wat ga je daar halen? Hoe ga je daar voorbereiden? Maar dan moet ik wel goed zeggen. Ik ga het in ieder geval net zo behandelen als dat ik andere wedstrijden behandel. En het is wel fijn dat ik, ben nu klaar met school, dus ik kan wel helemaal focussen op basketbal. En niet veel te veranderen met onze normale regime. Top. Eén vraag nog. Tiki 3. Ga je dat nog doen deze zomer? Ik denk dat Tiki 3 een hele leuke besteding is van mijn vrije tijd in de zomer. Denk ik zeker wel dat ik daar nooit ga spelen. Ja, dat moet je wel. Veel is ontgemaakt. Wij staan. Ja, ik zeg ja. Ik zeg 100% ja. Als ik het hier kan. Ja, goed. Nee, ik doe het wel. Sowieso ook met Sam, zeg ik dan. Moet wel even de grens erbij. Maar ze hebben Sam aan zijn oren gegeven. Ja, ik sta wel Sam aan zijn oren gegeven. Ja, maar, ja. Vind ik wel leuk. Ja, ik staat ook op mijn lijstje, dus gewoon bij de eerste. Ik wil het ook wel. Ja, speel je ook? Ja, dus Errol, je weet, hou er rekening mee. Weet je niet in. dit was het. Ja, dus ja, ik vind het niet, vind ik gewoon fantastisch. Mag mij niet over mezelf hebben. Maar ik vind het geweldig, omdat ik het echt mijzelf heb ingepakt. Ja. Ik ben eigenlijk zelf de man die zeg maar voorgezet heeft, doorgezet heeft, dus ja, het is geweldig. Ik vind, ik doe niks anders, dus ja, ook zo. Je zo'n ding, hè? Ja, ik wil daar ook zeg maar het hoogste. Het hoogste is jou, het meeste is jou, het onderste uit de kant. Nee, ik ben altijd nog een van echt verschrikkelijk, hoe speels moet gewoon zitten. Maar ik wil gewoon zelf gewoon beter daarin, als ik in het veld sta, of kijk, ja. Gewoon een beetje, je moet gewoon zo goed mogelijk gewoon je best doen en je mannetje staan. Dat is gewoon top, ja, zeker. Zeker. Ik wil je bedanken voor het interview, thanks. Dat je nog tijdens het interview bent en we zien elkaar. Yes, is goed. Dit was het interview met Roel Aarts. Tot de volgende en tot ziens, zeggen we dag nog. Doei. Hoi. Dit was het interview met Roel Aarts bij Nieuw Heroes Den Bosch. Houdoe.